Ja, voordat ik begin wil ik eigenlijk dit laten zien. En ik zou aan de collega's willen vragen of zij weten wat zij hier zien. Dat hoeven ze nu niet te zeggen, maar ik wilde graag aan het eind van mijn betoog heel kort op terugkomen. Dus ik kan zelf vast nadenken. Geachte voorzitter, beste boeren en burgers van Nederland. De cijfers van ziekenhuisopname en besmettingen met COVID-19 zijn gunstig. Dat is mooi, want daar waren we allemaal hard aan toe. Maar de gevolgen van de maatregelen laten zich nu zien en dat is helemaal niet mooi. We zien veel mensen met psychische problemen en ouders en kinderen die zijn vastgelopen. Veel jongeren kampen met depressieve gevoelens die door de lockdown zijn versterkt. Veel van hen krijgen te horen dat ze zich niet zo moeten aanstellen. Maar uit eigen ervaring weet ik dat het geen aanstellerij is. Ik ken ouders die hun hart elke dag vasthouden voor het welzijn van hun kind. Bang dat hun zoon of dochter zich iets aandoet. Wakker liggen als hun zoon of dochter al dagen niet op telefoontjes of appjes reageert. Jongeren die het zwart zien in plaats van het licht. Wat wordt voor deze jongeren gedaan? Is er mankracht genoeg om ook deze jongeren te helpen? En als ik nu heel kort mag terugkomen op dit. Als je dit laat zien aan mensen, dan zullen de meeste mensen zeggen, ik zie een zwarte stip. Maar eigenlijk zie je heel veel wit. Eigenlijk zie je veel meer positief dan negatief. En in mijn betoog over de jongeren, dat is wat ik hiermee wil aangeven. Iedereen zegt, oh ja, ik zie inderdaad het wit, ik zie het positieve. Maar die jongeren die zo depressief zijn, die zullen altijd dit zwarte blijven zien. En voor die jongeren wil ik echt aandacht vragen. Dank u wel. Dank u wel. Heel mooi. Mevrouw van der Plas.